iedereen. Welkom bij alweer de 6e aflevering van Yoga at Home met Yogini Su. Ik ben Yogini Su en Bubbles, die hebben we weer ergens geplaatst. En we gaan vandaag weer lekker aan de slag. Dus pak je mat, kom lekker zitten en let's go. We gaan zoals altijd starten met onze gewrichtswarming, our joint warm-up. We gaan hem net een beetje anders doen vandaag. We gaan ook de ademhalingsoefeningen die we eerder hebben geleerd combineren. Je weet, wanneer we inademen, komt onze navel naar buiten. We maken een biggie beret. En wanneer we uitademen, navel naar binnen. Die six-pack. Yes? Dus je ademt in, biggie beret. En je ademt uit. Six back. Yes, hou dat vast. Strek je armen uit. Helemaal uitademen. Adem in. En uit. Handen blijven. Goed zo. Adem weer in. En uit. Gooi los. In. En uit. Loslaten. En wanneer je loslaat, laat alles los. Alles van de dag, alles waar je mee zit, gewoon loslaten. Wanneer je inademt, frisse nieuwe energie. Hou je armen omhoog, stiekem is het ook een shoulder workout. Adem in. Adem uit. Goed zo. Adem in. Deze keer een scherpe. Adem uit. Heel goed. En zakken. Nice. We gaan hetzelfde doen met die schouders. Adem in, omhoog die schouders naar je oren. Adem uit, scherp. Adem in. Los. Heel goed, ik voel me een stukje lichter. Jullie ook? Adem in. En adem uit. Nice. We gaan het hoofd bewegen. We starten met je kin op je borst. Denk aan ruggen, wervel, recht, schouders rollen naar voren, naar je oren en naar achteren. Je kijkt richting de mat en je kijkt omhoog op het inademing en omlaag op de uitademing. Nog een keer omhoog, borst, bekken gaan mee en omlaag, borst, bekken gaan mee. We hebben hem meteen groot gemaakt, hoog en laag. Dus dit zijn meteen die seated cat cows, die hebben we eerder ook al gedaan, hoog. En laag, laatste keer. Deze keer in de volgorde van beneden naar boven, bekken, borst. Hoofd, weer beneden naar boven, bekken kantelt, borst en je hoofd. Laatste keer vloeiend van je bekken uit. In, weer van je bekken uit. Uit, heel goed. Schud los en dan gaan wij de benen strekken. Met de gestrekte benen gaan we vandaag een strap gebruiken. Dit is een yoga strap, maar als je wil, of als je thuis geen yoga strap hebt, mag je ook een sjaal gebruiken of een baddoek of iets wat je kan wikkelen om je benen. We gaan de strap nog op andere manieren gebruiken in de yoga at home episodes, maar voor vandaag gaan we heel simpel gebruiken om de hamstrings te stretchen. Dus pak hem erbij. Strek je benen. Alleen als het lukt om met gestrekte benen nog steeds met een gekanteld bekken te zitten. Je kantelt naar voren. Stel je voor dat het niet lukt en je hebt dus die C-curve, je bent hier, geen probleem. Dan doe je een lichte buiging in de knieën. Weet je nog, dit hebben we in de eerste paar episodes behandeld. Ik doe hem eerst met een lichte buiging, zodat ik de juiste houding heb in mijn rug. Ik pak mijn strap. Ik plaats hem op de bal van mijn voet, beide voeten. En ik hou vast alsof het teugels zijn. Weet je wat makkelijk is? Ik kan de strap gebruiken om mijn schouders naar achteren te duwen en mijn borst naar voren.
En ik blijf eigenlijk heel makkelijk in de houding op deze manier. Zie je dat? Nou, ga je vanuit deze houding de achterkant van je knieën één voor één in de mat duwen. Gewoon lekker losgooien. Heel goed, heel goed. En zorg dat je niet inzakt. Blijf lekker hoog. Heel goed. Als je hem hebt losgeschud, kom je steeds dichterbij, dichterbij. Let op, een mooie rechte lijn van je staartbeen tot kruin van je hoofd. Je ademt in, kijk voor je uit. En je ademt uit en je komt op de diagonaal. Blijf naar voren kijken. Blijf naar voren kijken. We willen geen rondingen, we willen rechte lijnen. En probeer je buik op je dijen te plaatsen. En je voelt, als het goed is, een stretch aan de achterkant van je knieën. Elke keer dat je een stukje verder komt, ga je weer corrigeren. Schouders naar achteren, borst naar voren, adem in. En adem uit, nog een klein stukje naar voren toe. Heel goed, gaan we dat nog een keertje doen. Weet je, het klinkt heel gek, maar weet je wat ook helpt? Als je zo'n beetje je billen uit de weg schuift, zodat je op je zitbotjes kan zitten. Ik heb niet zoveel om weg te schuiven hoor, dus bij mij is het zomaar. Maar je weet toch, voor de mensen die wat meer blessed zijn als ik. Goed, nu gaan we met gestrekte benen. Als het je lukt, zo niet, zorg ervoor dat we met de buiging blijven. Met gestrekte benen, zelf de houding in je rug, adem in, rechte lijnen, blijf naar voren kijken, adem uit, blijf hier, corrigeer, adem in en adem uit, blijf voor je kijken. Een beetje omhoog komen, wiggelen met je heupen helpt vaak ook om een goede houding aan te nemen, nogmaals omhoog en kom naar voren toe, heel goed. En terug. Deze mag je vaak oefenen, veel oefenen. We willen uiteindelijk er naartoe dat we de voeten kunnen vastpakken natuurlijk. Maar met de strap eerst is een heel goed alternatief. Dan zet je hem weg. En dan gaan we naar het volgende gedeelte. Gaan we de heupen nog even losgooien met onze welbekende vlinder. Je kent hem, ik hoef niks meer te zeggen. Voetzolen tegen elkaar. Je mag je tenen vasthouden of je mag je duimen aan de binnenkant van je voeten openen. Breng hem zo dichtbij mogelijk. En je gaat bewegen, je gaat fladderen als een vlinder. Let wel, we gaan niet gebogen fladderen, we gaan recht fladderen. We zorgen ervoor dat ons borst naar voren is, schouders naar achteren. En hier in die heupen wil je hem gaan voelen. En ook aan de binnenkant van je bovenbenen. En je weet, je mag flink fladderen. Kijken of we het geluid kunnen horen vandaag. Ja, kijk. Dit is hem. Hier willen we naartoe. Lukt dat nog niet? Blijven we hier. En ik weet niet of je het kan zien op tv. Maar bij mij is dus links wat flexibeler dan rechts. Dus als ik fladder, komt deze. Kijk, deze maakt nu geluid en deze nog niet. Dus ik moet extra hard werken om ze beide zo te krijgen. Dus mocht je merken, ook als je gewoon zo zit, dat één knie hoger is, dat is helemaal normaal. Wat gebeurt in het lichaam. Dus, nou, dan zijn we lekker warm. En dan gaan we van hieruit gaan we naar onze tabletop sequence. Om in de tabletop te komen mag je je benen heel dicht bij je vouwen. Je rolt over je knieën. En ik moet draaien, maar jij bent als het goed is gewoon recht op je mat. Je weet het, een goede tabletop. Gespreide vingers, middelvinger parallel aan de lange kant van je mat. Je polsen, je ellebogen en je schouders zijn op één lijn. Je knieën en je heupen zijn op één lijn. En je enkels, die zijn ook in dezelfde lijn als je knie. En van hieruit gaan we voor 2 catcalls en we gaan voor 2 tigers. De tigers, die laat ik heel even snel zien, zodat we in één keer door kunnen gaan. Dat waren deze. Mooie rechte lijnen met de tenen.
Yes, here we go. Cat, cow. We ademen in. Bekken. Borst. Hoofd. We ademen uit. Bekken. Borst. Hoofd. Heel goed. Bekken. Borst. Hoofd. Bekken. Borst. Hoofd. Heel goed. Til je rechterknie omhoog. En je gaat bij je inademing met je knie ook omhoog. Point your toes. Kijk omhoog. En adem uit. En je knie komt naar je voorhoofd. Adem in. En adem uit. Heel goed. Zet hem neer. Gaan we weer 2 cat-cows doen en 2 tigers aan de linkerkant. Adem in. Buik naar buiten, kijk omhoog. Adem uit. Navel naar binnen, kijk naar je navel. Adem in. Adem uit. De linkerknie komt omhoog, in. En uit. Point your toes. Maak je klein. In. En uit. Heel goed. Zet hem neer. Kom op je hielen zitten. Je handen in elkaar. En we gaan de polsen even losdraaien. In het begin zou je kunnen merken dat je wat spanning voelt in de polsen. Maar wij bouwen alleen maar kracht op. Voelt het te veel, kom terug en draai ze lekker los. Heel goed. Gaan wij nogmaals, en deze keer gaan we balanceren. Wij gaan het rechterbeen uitstrekken en linkerarm uitstrekken. Maar als wij geen stevige tabletop hebben, dan kan het dat we gaan wiebelen en dat we half vallen. En let ook erop dat je arm recht gestrekt blijft. Je binnenkant van je elleboog naar voren. Want al heb ik een nette tabletop, als ik mijn elleboog niet goed strek, dan wordt het veel te zwaar en dan ga ik naar beneden. Dus als je dat merkt, kom even terug en corrigeer. Let ook op dat je die buikspieren goed aanspant. Here we go. Adem in. Rechterbeen strekt uit. Mooie rechte lijnen. Linkerarm, je handpalm wijst naar binnen. Heel goed. Adem uit, maak je klein en je elleboog en je knie komen naar elkaar toe. Heel goed. Adem in. Maak je lang. En adem uit. Maak je klein. Nog 1 keertje. Adem in. Maak je lang. En adem uit. Maak je klein. Heel goed. Plaats hem terug. Kom in je parallel. Hetzelfde aan de andere kant. Strek je linkerbeen uit. Rechterarm uit. Zoek je balans op. En we gaan. Uitademen. Nu naar je elleboog. Adem blijft gestrekt. En inademen. Rechte lijnen. Kijk naar de binnenkant van je handpalm. Heel goed. Klein maken. En lang maken. Goed zo. Een laatste keer klein maken. En lang maken. Geweldig. Zet hem neer. Kom maar op je hielen zitten. Gooi hem los. Goed, dan gaan we komen staan. Kom weer in een tabletop. Krul je tenen onder. Eerst even toch nog wat kracht. Alleen je knieën omhoog. Een hele stevige tabletop. Hou hem even vast. Heel goed, strek hem uit naar een plank. Heel goed, ik plan jullie aan het plagen hoor. En loop richting je handen. Heel goed. En laat hem hangen. Hou je ellebogen vast. En naar links en naar rechts. Als een blaadje in de wind, in de rechtdoor. Laat los en werveltje voor werveltje. Kijk je weer voor je uit. Schouders dus wel naar voren, naar je oren. En naar achteren.
Kom in het midden van je mat staan en dan gaan we de balansoefeningen herhalen die we de vorige keer gedaan hebben. Wanneer je staat, plant je je voetzolen in de mat. Je zorgt ervoor dat je voeten parallel staan. Dus je staat niet in een eerste positie, zeg maar. Maar parallel de voeten. Yes, alsof je wortels wil groeien vanuit je voetzolen. Til je rechterbeen op en beweeg hem. Gewoon bewegen. De reden waarom we dit doen is, kijk, als ik mee ga bewegen, verlies ik mijn balans. Als ik mijn buikspieren aanspan, als ik mijn dijspieren aanspan en goed mijn voet plant in de mat, dan mag ik bewegen wat ik wil. Ik ga nergens naartoe. Heel goed. Til je knie omhoog 90 graden. Zet je handen in je zij. Heel goed. Even oefenen om je knie wat open te maken. Goed zo. Terug. Pak je scheenbeen vast of zet je voet bij je enkel. Dit was de beginnersversie. Maar als je de flexibiliteit hebt, mag je hem hoger plaatsen. Op je kuit, niet op je knie. Die skippen we. En als je hoger wil, pak je je enkel vast en plaats je hem helemaal hoog, hoog, hoog. En je knie wijst naar buiten toe. Zoek je balans op, span je buikspieren. En breng je handpalmen voor de borst. Heel erg goed. Gaan we inademen. En als het lukt, strekken we uit. Helemaal omhoog. En als het ook nog lukt, kijken we omhoog. En geen probleem als dit nog moeilijk gaat. Dat komt met de tijd. Schouders laag. En terug. En kom uit de positie. Let op dat je hier drukt met je voetzolen in je dij, in je dij, in je voetzolen. Yes, als hij hoog is mag je hem even helpen. En als hij wat lager is, plaats hem op de mat. Direct door naar de andere kant. Plant je rechterbeen in de mat. En we gaan even bewegen. Heel goed. Blijf stabiel staan en plaats je voet. Bij je enkel, je kuit of als het lukt heel hoog op je dij. En druk met je voetzool in je dij, je dij en je voetzool. De billen spannen aan. Je billen spannen aan. En je dij spant aan. Je quadriceps. Handen in je zij. Als je van hieruit heel goed kan balanceren, laat je handpalmen bij elkaar voor de borst. En als je hier ook heel comfortabel staat, deel je hem omhoog op. Heel goed, schouders laag. En als het lukt, kijk je ook langzaam, stapje voor stapje, omhoog. En van hieruit kijk je weer stukje voor stukje, stapje voor stapje terug. Hand voor de borst. Heel goed, blijf aanspannen. En laat los. Heel goed, je mag hem even een handje helpen. Plaats hem terug. Good job. Gaan we naar het laatste gedeelte. Get ready. Zo, de vorige keer hebben we ook al een balansoefening gedaan. We hadden namelijk de benen, die hoef nog niet na te doen, maar ik laat hem even zien, hadden we zo gekruist, weet je wel. De heupen hadden we gecorrigeerd. En we hadden de armen op deze manier. Maar bij die mooie beenhouding, bij het omwikkelen van de benen, hoort ook het omwikkelen van de armen. En dat gaan we nu even los oefenen. Goed, om dit te doen, ga ik je vragen om stabiel te blijven staan en je ellebogen en je handpalmen bij elkaar te hebben. In een 90 graden hoek. Vervolgens gaan we de armen in elkaar wikkelen. Dus til één arm boven de andere op. Maakt niet uit welke. En degene die boven is, die elleboog, drukt tegen de binnenkant van de elleboog van die onder is. Dus je krijgt hier een druk. Yes? Vanuit deze druk breng je je armen, je onderarmen weer bij elkaar. Nu zijn de ruggen van je handen bij elkaar. Maar we willen graag de handpalmen bij elkaar. Dus de arm welke boven is, die ga je doorwikkelen als het lukt om je onderste arm heen
En we duwen de handpalmen bij elkaar. En meestal ga je zien dat de vingers en de handpalmen elkaar raken. Heel goed. Dit is dus het wikkelen. Maar er zijn nog een paar haken en ogen aan. Ik draai namelijk even naar de zijkanten. En als je aan de zijkanten ziet, zie je dat mijn schouders zijn opgetrokken. Nou, mijn schouders die wil ik terugduwen. Op deze manier. Maar wat er dan gebeurt vaak, is dat ook mijn ellebogen droppen. Maar dat willen we niet. We willen dat ze 90 graden blijven. En we willen tegelijkertijd ook de schouders terugduwen. En als je dat doet, dan ga je in één keer een stretch voelen en dan draai ik door. En de stretch die je voelt, die voel je dan hier. Yes, ik wikkel weer om. Dus als ik hier ben en ik heb mijn schouders hoog op deze manier, voel ik geen stretch. Ik voel alleen maar de druk bij mijn armen aan de voorkant. Maar duw ik mijn schouders terug, dus net als wat we doen, we ademen naar voren naar je oren en omlaag terug. Ik hoop dat jullie het verschil kunnen zien. En ik corrigeer daar weer mijn ellebogen. Dan voel ik heel erg de trek, zeg maar, beweging van mijn trapeziusspieren. Dat zijn dus die spieren die hier zitten. Als je hier niet voelt trekken, dan ben je waarschijnlijk nog niet helemaal in de asana. Dus zo check ik hem ook bij mezelf. En dan gaan we dan even aan de andere kant proberen. Yes? Dus onthoud welke arm je net boven had, die gaat nu naar beneden. We beginnen ellebogen bij elkaar, handen bij elkaar. En we gaan andere arm boven. En ellebogen tegen elkaar, evenredige druk. De ruggen van de handen zijn tegen elkaar. Maar ook deze gaan we om elkaar heen wikkelen. Je bovenste hand komt naar voren en wikkelt om. En je drukt ook je handpalmen tegen elkaar, of je vingers tegen je handpalmen. Let op dat we geen kromme lijnen willen, dit soort dingen. Probeer echt rechte lijnen te maken. Heel goed. Duw je schouders terug. Laat hem ook weer van de zijkanten zien. We waren hier, maar we duwen terug. Heel goed. En van achteren. En je hebt dus een druk tussen je ellebogen, een druk van je handpalmen. En duw je schouders en ik voel hem trekken bij mijn trapezius, tussen mijn schouderbladen in. En ik hoop jij ook. Yes, dat waren de armen. En dan gaan we ze nu bij elkaar voegen om deze asana af te maken, deze pose af te maken. Dit is namelijk de eagle pose. Bij de benen hadden we twee varianten. Lukte het niet helemaal om te wikkelen, hadden wij een zitmooi positie. Ken je die nog? Een soort van alsof je netjes op een stoel zit, billen naar achteren. En als je wil mag je net zo goed zakken, totdat je grote teen op de mat is. Yes? Dus we hadden deze of deze. We gaan nu helemaal opnieuw en dan gaan we de armen en de benen combineren met elkaar. Heel goed. Ready? Goed je voeten planten. En op een inademing til je je been op. Maakt niet uit welk been. Je zakt door je standbeen en je gaat mooi zitten. Billen naar achteren. Heel goed. Wikkel hem om als het lukt. Of hom hier. Yes, ik ga hem omwikkelen. En kijk, als ik wikkel, dan wil ik ineens op de diagonaal staan. Maar mijn heupen. Oei. Ja, de buikspieren die zorgen ervoor dat ik niet omflikker. Dus die gaan we ook activeren. Blijven activeren. Nu sta ik stabiel. De armen gaan wij erbij doen. Let op welk been boven is. Die arm komt ook naar boven toe. Druk je ellebogen tegen elkaar. Precies zoals we net hebben geoefend. Ruggen van je handen tegen elkaar. Maar wikkel door, 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 door. Recht omhoog en corrigeer. Schouders laag. Heel goed. Heel goed. Hang niet naar voren. Maar een rechte lijn ook. Helemaal goed. Ik laat hem nog van de zijkanten zien. Je gaat hem in standbeen voelen. Je billen gaan branden. Je dijen gaan branden. Dat willen we hebben. Nog een keer van de zijkant uit. Zelfde been. En dan gaan we wisselen van been. Here we go. Been komt omhoog. Zak door je standbeen. Billen naar achteren. Zit mooi. Wikkel hem om. Corrigeer je heup.
En blijf in deze chair pose als het ware zitten. Het is net een chair pose zoals bij de Sun Salutation B, maar met gewikkelde benen. Heel goed. Let op de armen. Bij elkaar. Eroverheen. Ellebogen. Handpalmen. Corrigeren. En dit is je volledige Eagle Pose. Let op, we willen niet hier zijn, maar hier zijn. Heel goed. Om eruit te komen. Wikkel jezelf los. Schud los en we gaan naar de andere kant. Deze asana is vrij intensief, dus kom er ook uit wanneer het niet meer lukt. Maar ik dacht, het is een leuke uitdaging. We zijn bijna aan het einde van het seizoen. Dus dat mag er wel bij, toch, guys? Here we go. Zak door je andere been. En omhoog. Wikkel om. Heupen corrigeren. En handen bij elkaar. Welk been is boven? Die arm gaat ook eroverheen. Ellebogen drukken tegen elkaar. Handpalmen drukken tegen elkaar. Schouders naar beneden. En blijf staan. Heel goed. Blijf ademen. En nog één keertje laat ik hem van de zijkanten zien. Deze keer laat ik hem zien zonder de benen te wikkelen. Maar wel met de armen. Here we go. Omhoog met het been. Ik zit gewoon mooi. Ik wikkel niet helemaal om. Mijn grote teen is op de mat. Ellebogen bij elkaar. Billen naar achteren. Borst nog steeds hoog. Welk been is boven? Die arm gaat er overheen. Drukken. Handpalmen tegen elkaar. Schouders terugdrukken. Heel goed. Blijf hier. Adem. En op je volgende uitademing, wikkel je los. Zo, we hebben een hele mooie en moeilijke uitdagende nieuwe asana geleerd, namelijk de Eagle Pose. En de Eagle Pose die wordt ook wel Garuda Asana genoemd, Garuda Asana. En wij gaan deze asana blijven oefenen. En we zorgen ervoor dat we op balans blijven focussen, buikspieren, bilspieren, spannen we aan. Voor nu gaan we lekker afsluiten in onze Shavasana. Maar we gaan natuurlijk ook mooi komen liggen, hè? Je weet, we doen alles mooi. Vandaag voor het eerst geen Sun Salutations gedaan. Er was veel om uit te leggen. Dus we gaan toch wel met een Sun Salutation komen liggen. Een A. Yes? Here we go. Adem in. Adem uit. Knieën mag je buigen, hoofd hangt. Adem in. Recht terug. Adem uit. Stap naar achteren. Knie. Borst. En kin. Adem in. Schuif door. Baby cobra. Heel goed. We doen hem vandaag. Maar voor de helft. We gaan je de downward dog vandaag besparen. Dus rol op je rug. De benen, die spreid je lekker uit. En de rug plat op de mat. En vandaag groet ik jullie vanuit hier. Ik denk dat ik ook wel wat rust heb verdiend, jullie ook. Dus we gaan samen onze ogen sluiten. En we gaan genieten van alle positieve energie die is losgekomen tijdens onze practice. Ik ben Natasha, a.k.a. Yogini Su. Oh ja, Bubbles. Ja, daar is die. Dat is Bubbles. En we gaan voor de Shavasana. Je handpalmen omhoog. Zoek je stand. En tot de volgende keer. Doei doei.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.